Mijn naam is Daphne Beurskens en ik ben van Bureau Boeg en ik ga een EFT-sessie met jou doen tegen de angst voor het coronavirus. Het coronavirus is in Nederland gekomen en dat betekent dat het ook echt dichtbij is. En dat kan angst oproepen, dat kan onzekerheid oproepen, het kan je bang maken. En tegen dat gevoel van angst, daar gaat deze EFT-sessie over. Daarmee gaan we aan de slag, zodat je weer wat minder angstig bent en daardoor misschien weer wat vrijer kunt gaan leven. Ik doe dadelijk precies voor wat je moet doen en het enige wat jij hebt te doen is mij na te doen. In de bewegingen die ik doe en hardop de zinnen te herhalen die ik zeg. Hardop, want daarmee kan jouw brein tot rust komen. Ik wil dat je eigenlijk nu eerst teruggaat naar het gevoel van angst voor het coronavirus. Hoe angstig ben je ervoor? Wat doet het met je? Je mag daarvoor ook natuurlijk even je ogen dicht doen. Misschien ben je bang dat het jou gaat treffen of mensen waarvan je houdt. Of misschien ben je wel bang dat je daardoor de deur niet meer uit kan. Of dat je je plannen niet kan door laten gaan die je hebt. Of misschien ben je voor iets heel anders bang. Maar je voelt een angst en een onzekerheid richting het coronavirus. Haal dat gevoel gewoon even goed omhoog. Dan mag je je ogen open doen. En geef dat gevoel een cijfer. Waarbij een 0, het doet me eigenlijk helemaal niet zoveel, betekent. En 10, dat je denkt, ik ben echt heel bang. Ik ben eigenlijk nog nooit zo bang geweest. Kies een cijfer tussen de 0 en de 10 die op dit moment representatief is voor jouw angst. Schrijf dat getal op of onthoud het goed. We komen er dadelijk op terug. Dan gaan we nu naar de EFT-sessie. Doe mij na in de bewegingen en zeg ook de zinnen hardop die ik zeg. Ga lekker ontspannen zitten. Voeten goed op de grond. Haal nog even een keer goed adem. Dan gaan we beginnen. Steek je hand omhoog en met ongeveer 3-4 vingers tap ik aan de zijkant van mijn hand onder mijn pink. Tap maar mee en zeg me na. Ik ben bang voor het coronavirus. Ik voel angst voor het coronavirus. Ik ben bang voor het coronavirus. Ik ben bang dat het effect op mijn leven gaat hebben. Ik voel me angstig. En ondanks die angst accepteer ik mezelf helemaal zoals ik nu ben. Ik ben bang voor het coronavirus. Ik voel angst voor het virus. Ik ben bang dat het virus in mijn leven komt. En ondanks die angst accepteer ik mezelf helemaal zoals ik nu ben. Ik voel angst voor het coronavirus. Ik voel angst dat het in mijn leven komt. En ondanks die angst accepteer ik mezelf helemaal zoals ik nu ben. Goed bezig. 2 vingers en tap maar met me mee. Het maakt niet uit of je links of rechts tapt. We beginnen bij de zijkant van je wenkbrauw tussen je neus en je wenkbrauw in. Mijn angst. De zijkant van je oog. Mijn angst. Onder je oog, op je jukbeen. Mijn angst voor het coronavirus. Onder je neus. Mijn angst voor het coronavirus. De bovenkant van je kin, onder je mond. Ik voel angst. En dan bij het sleutelbeen. Ik ben bang voor het coronavirus. Onder je arm ongeveer. Voor een vrouw waar een BH-bandje zit. Mijn angst voor het coronavirus. Dan op je hoofd. Mijn angst voor het coronavirus. Leg je handen even op je hart en haal 3 keer lekker diep in en uit adem. In, dat je buik goed lekker naar buiten gaat. Door je mond lekker lang uitblazen. Goed gedaan.
Ga nu terug naar het gevoel van angst die je net had voor de sessie. Je gaf het net een bepaald getal. Hoe voelt het nu? Welk getal heeft jouw angst nu gekregen? Waarbij een 0 is er niet meer is en een 10 dat je denkt, wow, hij is echt heel erg aanwezig. Kies jouw nieuwe getal. En het eerste getal dat in je hoofd popt is het juiste. Ik hoop natuurlijk dat je omlaag gegaan bent. En stel dat je nog niet bij een 0 bent gekomen, dan kun je deze sessie herhalen. Zet hem gewoon opnieuw aan en doe opnieuw met mij mee. En ga net zo lang door totdat je helemaal het gevoel hebt, hé, die angst is weg. En het kan ook zijn dat je op een gegeven moment denkt, ik ben niet meer zo bang, maar ik voel me heel onzeker. Of ik ben heel erg boos. Doe dan hetzelfde als wat we net gedaan hebben, maar gebruik dan dus de zin, waar, de opstartzin hier aan de zijkant, waarbij je boosheid of je onzekerheid uitgesproken wordt. En tap dan op dat gevoel wat je hebt. Dus tap dan bijvoorbeeld, ik ben zo boos of ik ben heel onzeker. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. Wil je meer informatie over EFT en meer informatie over het omgaan met angst en stress? Ga dan naar www.bureauboeg.nl. Daar staan allemaal gratis tips en tools. Maar je vindt ook veel meer informatie over de EFT-methode en over mijn coaching. Ik wens je een mooie dag nog toe. Tot ziens!